Volle bak aan de Pieter Aartstraat 95 in de Pijp, het oude woonhuis van Alfred Koon. Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog had deze Joodse Amsterdammer even verderop een ijssalon met zijn compagnon Ernst Kaan. Op welke koorts? Ja, absoluut. Ja. Aan Freerk en Frank de eer om het verhaal van Koon en Kaan te vertellen. Ernst Kaan was namelijk de broer van hun opa. Het was een geestige man die altijd veel plezier maakte, ook hier in de ijssalon. Zij hadden bijzonder geliefd ijs. Dus het stond heel goed bekend. Alleen daartegenover, daar hadden de NSB'ers een ijssalon en daar kwam niemand. En die heeft vast en zeker bijgedragen in de stemmingmakerij om hier geweld te plegen. De ruiten werden steeds ingegooid door aanvallen van de NSB enzovoort. Is er uiteindelijk een knokploeg ontstaan en die hebben hun domicilie hier achter in de zaak genomen. Ze bouwen een installatie die een volgende keer ammoniak in het gezicht van de NSB'ers moet spuiten. Maar dan valt ineens de Duitse Grüne Polizei binnen. De auto van Frank en Freerk wordt gearresteerd. Ze wilden weten welke technicus de installatie van die ammoniakaanval had gemaakt. Dat heeft hij niet gegeven. Hij is overgebracht naar het Oranje Hotel in Scheveningen. En is toen op 3 maart als eerste Nederlandse verzetstrijder ter dood veroordeeld na een schijnproces, moet je zeggen. En doodgeschoten op de Waalsdorper vlakte. En de ijssalon? De hele inboedel is weggegeven aan die concurrent. Dus dat is gewoon gestolen en misbruikt. Freerk en Frank, neven van elkaar, vertellen het verhaal van de ijssalon in het oude huis van de compagnon van hun oudoom. Het is je familie en je wil ook zeggen nooit meer. Maar dat kan alleen maar nooit meer zijn als je het verhaal doorgeeft. Er zijn kinderen die helemaal het woord Holocaust niet kennen en niet eens weten wat er gebeurd is. En dat vind ik toch wel niet juist. En wij kunnen onder andere hier dus meedoen om dat in beeld te brengen en te houden ook. Dus vandaar. Tot 5 mei kan je nog bij de Huizen van Verzet en de Open Joodse Huizen op bezoek.